Hallo Thomas. Hallo. Wat zijn we hier aan het doen vandaag? Wij zijn voor een challenge 24 uur aan het gamen. Voor het goede doel ook. Voor welke goede doel hebben jullie gekozen? Ronald McDonald Kinderfonds. Oh. Nou, wij zouden het ook fijn vinden als wij ziek zouden zijn en we zitten in zo'n kinderhuis. Als dan onze ouders bij ons konden zijn. Dus daarom hebben wij bedacht van ja, wij gaan dan geld ophalen. Dan kunnen de ouders ook gewoon bij de kinderen zijn. Wat is voor jullie nou de reden geweest om deze actie te organiseren? Nou, wij vinden dat ouderen zeg maar eenzaam zijn en dat ze niet vaak meer buiten komen. Hoe is het voor u als ze dat allemaal voor u hebben geregeld? Ja, ik vind het gewoon geweldig. Want er zit altijd maar te schelden over die jongelui, dit en dat. Maar ik vind het geweldig wat jullie doen hoor. Zou je nog even kort kunnen uitleggen wat we vandaag aan het doen zijn? We zijn bezig met zogenaamde Valentijnse brieven uitdelen. Maar eigenlijk zijn het verhalen van mensen die gepest zijn. Ik hoop gewoon dat mensen hier ook weer heel erg emotioneel worden eigenlijk. En dat ze gewoon dus daardoor zelf niet gaan pesten. Dat hoop ik echt heel erg dat mensen het beseffen. Zo Maartje, waarom heb jij deze challenge georganiseerd vandaag? Ik heb deze georganiseerd omdat tegen depressie gaan lopen, of eigenlijk met depressie bespreekbaar maken. En ik merk dat ik zelf altijd gewoon heel gelukkig word van hardlopen. En dat geluk ook eigenlijk aan iedereen kunnen geven. En dat we zo met z'n allen lekker kunnen lopen. De klas heeft een te gekke challenge gedaan voor Justin. Ja, klopt. Hij had een wens. Ja, had een wens. Zijn zus vertelde van, dat hij heel graag nog eens een keertje een helikoptervlucht zou willen. Oké, van lege flessen, doppen, heitjes voor een kawaitje hebben jullie zoveel geld ingezameld dat jullie dus nu die helikopter geregeld hebben voor Justin. Dan mag volgen applaus. Hey! Hij is er, de helikopter voor Justin! Dit was toch best wel vet, hè, dit? Ik heb gewoon kippenvel nog steeds. Dit is Young Impact. Als je ooit nog een plan hebt en zegt later wil ik graag iets doen voor anderen, wil ik graag goede dingen doen, start nu.